Ja, linksachter, Willems, die hebben we al. Hey! Mocht jij snel te goed willen halen voor FIFA Points, check de eerste link bovenaan in de beschrijving. Hey kijkers, mijn naam is Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe FIFA The Legend Dream. Natuurlijk met dit drone team. Bam! Ziet het er niet mooi uit? Ja, het ziet er geweldig uit. Dit is ons team. We hebben onze eerste legend. Die heb je in de vorige aflevering al gezien. We hebben nu in vorm Verhagen. Hebben jullie weer mezelf een duimpje omhoog gedrukt? We hebben ongeveer zo'n kleine 3700 likes gehad. Een kleine, wel een best groot aantal. Houdt in dat we weer 3 pakketjes mogen openen. Er zijn speciale pakketten. Een mix van 12 items, waaronder spelers en verbruiksitem minstens 12 goud. Allemaal zeldzaam. Zou ik het weer doen? Mag ik 3 doen? Nou, 3 dan maar. Vooruit, 3. Het zijn de enige 3. Ah, wat ben ik weer dom om dit te gaan doen. Zeg alsjeblieft dat er iets goeds uitkomt. Jong. Hey, is oké, okay. Is een kleine 2k. Ik koop nu prijs 10k, hallo, rustig aan, joh. 2k, uppatee, weg ermee dan. Oh, we zijn zo dom soms. Nou, zoals je kan zien hebben we de vorige keer alle spelers zo goed als verkocht. Of we hebben alle spelers verkocht die we aan coinswaarde hadden. Die staan, zijn nu allemaal weg, zo. Hebben we het weggeschoven, hebben we verkocht. En hebben we nu een heleboel mooie centjes aan overgehouden. We hebben weer 53.000. Oh, 53.000 muntjes. Ben ik best wel blij mee. Ziet er goed uit. En we gaan in ieder geval nog één laatste pakketje openen. Dan gaan we weer een potje spelen. Ah, Gregory van der Wiel. Hey. Jij komt even in onze huidige selectie. Ik ga het denk ik toch nooit opstellen. Maar dan weet je in ieder geval dat je erin zit. Deze gaat dan naar de club. Sorry. Het spijt me. Contracten natuurlijk altijd bewaren. Herstelkaarten bewaren. Ik vind dit soort dingen altijd leuk om te bewaren. En deze weg. Houdt in dat we 56.000 munten hebben. Dat houdt in dat als we de volgende wedstrijd niet meer winnen. Ja, als we de volgende wedstrijd winnen krijgen we weer 2 pakketjes. Ik dacht dat we nog voor de beker moesten gaan. Woe! Dus ik ben er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Zo ja, druk alvast op duimpje omhoog. Dan gaan we beginnen aan de eerste wedstrijd. Dit is ons team. Ziet er nog steeds veelbelovend uit. Mogen niet klagen, vind ik. De enige die ik misschien eruit wil halen is Wijnaldum. Ik wil zijn paarse kaart eigenlijk ook heel graag naar het team hebben, maar... is weer een flinke investering. Ik weet niet of dat het wel waard is. Ziet er goed uit, zijn team. En de Italiaanse competizione. Hij heeft best een goed team. In ieder geval alles mixed, mengt goed met elkaar. Dus ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat bakken. Maar ja, wij hebben natuurlijk ook een topteam. We hebben natuurlijk het Nederlands elftal. Dus dat gaat wel goed komen, ga ik vanuit. Jammer, 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 jammer de paai, jammer de paai. Koppen, 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 koppen. Ah, oh, promes gek. Hup, kijk. Zo doen we dat. Zo doen we dat. Ah, oh, corner. Zo doen we dat nou weer net niet. Kom op, jongens. Koppen. Ah, hou hem binnen, hou hem binnen, hou hem binnen. Heel mooi. Oh, what the fuck is dit nou weer? Ik wil hem kappen. Niet over de lijn pasen, koe. Oh. Ja, koek, koek. Ja, goed gelopen, de paai. Prima gelopen. Ook heel goed gedaan. Gewoon doorgaan, niet die vrije trappen altijd willen. Ook gewoon lekker spelen. Daar gaat het om. Oh, dit was een heel mooi gemeen balletje van Sneijder geweest als die ging. Hey! Ja, penna. Koek, koek. Ja, krijg je als je op groen op B drukt. Van Persie, linksboven in de hoek. Koek, koek. Oh, what the fuck doet hij? What the fuck? Onderkant laat. En dan kopt iemand hem ook nog over ook. Koek, koek. Oh, dat is echt erg. Nou. Op naar de tweede helft dan maar. Oh, ga erheen. Keeper. Enige Nederlandse legend speler die ik eigenlijk mis, in mijn ogen, is Van Bronckhorst. En ik heb geen idee waarom. Maar ik mis hem eigenlijk wel. Goeie speler was dat vroeger, mensen. Holy chips. Dat was echt een topper. Oh. Wat een heerlijke goal. Sneijder, jongens. Ja, die zat goed, Buffon. Kan je niks van zeggen. Oh. Koek, koek. Daar ging je, jongen. Zoeken. Oh, hij is weg. Sillissen, jongen. Dat je die bal van Pogba niet hebt. Oh. Nou, dat is wat minder. Dan heeft hij toch nog een goal kunnen scoren. Maar als we deze... 1 voorsprong nog vast weten te houden, mogen we 2 pakketjes openen. Dat zou mooi zijn. 3 minuten tijd erbij. Best veel. Ja, en nou is het voorbij. Woe!
We hebben gewonnen. Houdt in dat we 2 pakketjes mogen openen. Dus let's do that. In het eerste pakketje zit niemand minder dan... Ja, linksachter. Willems. Die hebben we al. Hey! Ha! Nice! En in vorm. Ha! Heel mooi, gek. Wat ben je waard? Zeg dat je wat waard bent. Boom! Boom! 30k. Nice! Nice! Nice, die gooien we gewoon voor 30k erop. Daar gaan we. Huppatee. Maar het laatste pakketje. Niet zoveel soeps. Bam, rest verkopen. Houdt in dat we 59.000 muntjes hebben alweer. Met onze superster erbij staat dat houdt in dat we alweer naar 90.000 gaan. Maar we gaan natuurlijk eerst weer een wedstrijd spelen. Want ik wil eigenlijk nog wel een keer winnen en dan nog een keer 2 pakjes openen. Dus ik ben er klaar voor. Woe! Dames en heren, onze Franse tegenstander. Goedemorgen. Daar lusten de honden in ieder geval geen brood van. Er zit echt goede shizzle tussen. We mogen de beste winnen, want zo eerlijk ben ik natuurlijk ook altijd wel weer. En dat mag ik natuurlijk zijn, hopelijk. Maar wie weet, we zullen het zien. Let's go! Woe! Nou, hallo. Goed, Jappie. Ik wou bijna zeggen Jappie, maar goed zo, Jappie. Woe, toppen! Blijf eraf, blijf eraf. Van Persie, loop dan bij die bal weg. Promes liep geen buitenspel namelijk. Boom. Boom. Ja. Ah, oh, wat een poepgoal. Via, 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 via. En een goal is een goal. Hij heeft... Ja, hij staat terecht 1-0 voor. Kan niks anders zeggen. Zo! Holy you, man. Dat is toch donkerrood? Geel maar. Scheids, ik was er langs. Kom op. Even normaal doen, joh. Ik was er gewoon langs. Let op, hier. Hop, was er langs. Oh, dat is toch niet normaal? Nou, snijden, trappen we maar in, hoor. Oh! Nou, eerste helft voorbij, hij staat 1-0 voor. Mag de tweede helft wat meer spanning brengen? Zo vies, Promes. Zo vies, zo vies. Oh, Wijnaldum zelfs. Koek, koek. Daar ging je. Die ging rakelings langs de kruising. Dat skillde echt niet veel. Let op. Oh, spot hij hem door. Wat een fietsbel. Damn it. Oké, okay, denk, Vincent. Hebben we nog wat spannends op de bank? We hebben Elia. Die kunnen we er even ingooien. We hebben natuurlijk El Ghazi. Die kunnen we er even ingooien. We hebben ook Narsing. Doen we Narsing wel even in plaats van El Ghazi. Zo. En in de spits zetten we natuurlijk Superdost. Zo, even een frissere aanval er even in. Bam. Middenveld gaat prima. Op zich aanval ook. Alleen als mijn spelers snelheid gaan verliezen. Ik heb nog een kleine 14 minuten om het goed te maken. Ga gewoon even wisselen, toch? Hoppatee. Kom maar. Vers bloed voorin. Lekker rennen. Nee, 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 nee. Ah, dit was onze kans. Dit was onze enige counter. Oké, okay, weet je wat? We gaan heel... uitdagend spelen. Of we hebben iets of we hebben niets. We gaan gewoon alles op de aanval zetten dan. Narsing zit er al op. En die heeft de bal. Zie je, het werkt. Het werkt. Oh, wat een heerlijke sliding. Niet? Oh, ik dacht dat die sliding correct was. Nee, het is een verdomme bal van mij. Ah, oh, nee, joh. Oh, de paal. We hebben zo mazzel, gek. Nee, we hebben geen mazzel. Damn. Ik selecteerde niet eens de man waar Sneijder hem heen moest pasen. Hij moest gewoon naar links en niet rechtdoor. Maar ja, het kan gebeuren. Ships happens. Hij heeft gescoord. Gefeliciteerd. Goed gedaan. Ja, een goal is een goal. Ik kan er niks anders van maken. Zo de you, man. Doe eens normaal, joh, vent. Oh, nu is het afgelopen. Oh, wat verschrikkelijk, die gast. Ik hoop dat zijn speler nog rood heeft gekregen. Man of the match, keeper. Zullen we wedden? Wat een verrassing. Helaas, voor deze pot mogen we geen pakketjes openen. Ik hoop wel dat we die andere speler in ieder geval verkocht hebben. Die in vorm zou mooi zijn. Hebben we in ieder geval 30k erbij. Dat houdt in dat we alweer om 90k staan. Ja, dat bedoel ik. Een kleine 88.000 coins is toch mooi meegenomen. Zeg tegen jullie mensen allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe FIFA The Legend Dream. Vond je het leuk? Druk alsjeblieft op het duimpje omhoog. Laten we gewoon zoveel mogelijk duimpjes omhoog halen. Want voor elke 1000 likes krijg ik 1 pakketje van jullie.
Dus zeg tegen de mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao! Yo!